Oké. Restylane is eigenlijk een verzamelnaam voor verschillende soorten hyaluronzuren die gemaakt wordt door de firma Allergan. Ja, nou ja, hyaluronzuren zoals Restylane hebben het grote voordeel is dat je het altijd kan wegnemen en dat het ook vaak heel erg kan variëren of het subtiel of niet subtiel is. Dus dat maakt het een heel prettig product. In vergelijking tot de andere middelen is dat Restylane heel erg veel is verkocht in de wereld. Dus dat betekent dus dat zij 10 tot 20 keer zijn verkocht zonder noemenswaardige problemen. Dus qua veiligheid kan je echt wel zeggen dat het een zeer, zeer veilig product is. Nadeel is dat je gewoon toch wel een beetje betaalt voor ook de naam. Dus hij is wel iets duurder dan bijvoorbeeld een Princess. Nou, je kunt het in principe gebruiken. Heel veel indicaties kan je met hyaluronzuur behandelen. En dus ook hier Restylane kan je ook behandelen. Nou, wat zijn dat? Dat is eigenlijk de traangoot, de neuslippenplooi, de lippen, de mondhoeken of marionetlijnen, de kaaklijn. Je kunt er ook bijvoorbeeld ook de neus mee behandelen, dat kan ook.